Ik heb de tweetelige Hitler-biografie van Cursor uh, van, uh, gelezen. Dat vond ik veel te dik al. Ja, het klinkt idioot natuurlijk. Maar vooral deel 1, dat je denkt: kom op, Cursor. Het tempo. En daar staan van die zinnen in. Uh, Adolf Hitler was not a gentleman. Dat je ook denkt: donder nou, rouw op. Wat is dit voor onzin? Het verlossen. Kunt u mij horen? Deze aflevering van de podcast gaat over biografieën. En dat is niet zomaar, want jij wordt 80 dit jaar, Maarten. Ga jij daar iets bijzonders mee doen? Nee, niet dat ik weet. Ja, misschien een verjaarspartijtje, een extra taart ben ik altijd voor natuurlijk. Maar ik was niet iets speciaals van plan, eerlijk gezegd. Bovendien moet ik het nog eerst eens zien te halen. We zitten nu in maand 1 van het jaar waarin ik 80 word, maar dat is 24 oktober. Dat is eind van, het, eind van de tiende maand. Voor hetzelfde geld ga ik het helemaal niet halen. Dus, uh, maar ja, het is een feit. Ik word tachtig. Het is niet zo dat jij met de familie ergens op Tessel in een huisje gaat zitten of dat jullie... Ergens... Nee, het kan best zijn dat we tenslotte besluiten als we het aanzien komen en, en als de kinderen daar ook iets in zien, dat we dan een, een extra verjaarspartijtje van maken met veel taart. Ja. En een biografie over je leven? Uh, nou ja, er, er is een, 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 iemand bezig met een biografie te schrijven. Ja, ik ga het niet aan de grote klok hangen. Ik weet niet of hij dat zelf leuk vindt. Maar. hem vragen of ik er iets over mag zeggen. Dan kan ik er eventueel iets over en zeggen. Maar geef jij daar ook input voor? Er is een soort biografietje. Van. van uh, hoe heet dat nou elke week? Ook verschrikkelijk. Als die Freudiaans heb ik dat verdrongen. omdat ik er niet 100% gelukkig mee was. Er is al een bestaande biografie over, en jou. Ik moet zeggen dat voor mij. was... er waren allerlei mensen aan het woord gelaten over mij. Deels complimenteus, deels niet zo. En dat irriteerde me al enorm dat ik niks terug kon zeggen. Ja, daar staat het in. En er ja, staat niet onder dat ik het daar totaal mee oneens ben. Of dat ik dit kwalijke verdachtmakingen vind. Of dat ik het juist heel fijn. Nou ja, enzovoort. Je hebt nooit een autobiografie overwogen? Zeker wel, ja. Maar dat, 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 dat heeft zo zijn beperkingen. Want dan moet je besluiten: ben ik 100% eerlijk? Of zijn er ook dingen die ik, waar ik, laten we zeggen, waar ik vrij vlot over dun ijs gaat, om het maar even zo te noemen, dat zou kunnen. Dus ik had zelf eigenlijk overwogen om, om op te houden met mijn biografie zo rond, op het moment dat de seks begint. Omdat je dan ook anderen moet betrekken in een verhaal. Tja, ik weet niet of die dat dan wel zo lollig vinden, wat je dan zou moeten schrijven hoe eerlijk dat dan zou moeten wezen, dat, dat weet ik allemaal niet. Dus ik had eigenlijk gedacht, zo tot mijn twintigste of zo, eh, tot, tot, ik, eh, tot ik ga studeren. Nou, daar kan ik in het begin ook nog wel iets over schrijven en zo, maar het, het is toch een probleem dat je op een goed moment over mensen moet gaan schrijven waarvan je niet weet of ze nou staan te dansen, om op die wijze in, in een boek voor te komen. Als je er even van uitgaat, dat betrekkelijk veel mensen zo'n bi biografie of autobiografie zouden lezen. En kijk, en als je het niet eerlijk doet, dan als het allemaal uh, een beetje zo van, uh, zo goed, dan, kun je het misschien beter ook niet doen. Ik zelf word ook veel meer aangetrokken tot, tot een leuk verhaal over zeg maar van 0 tot, uh, nou ja, tot 18 of zo. 18 ben ik in 61, zit nog met de middelbare school. Uh, en dan kan ik ook nog wel iets over seks schrijven, maar dat, dat kan toch. Uh, maar moet nou ja, dat erin staan? Waarom moet je het daar per se over nee, hebben? Dat hoeft niet. Nou ja, dat, dat, om, vanwege het waarheidsprobleem. Uh, je moet wel een autobiografie waar verder niemand anders in voorkomt, behalve jij. Ik schrijf ook over mijn leraar op de middelbare school. Uh, of over. Nou ja, je kunt ook zeggen: je vrienden staan die nou te trappelen. Uh, om als ik het, als ik een, een, een beschrijving geef, van die zullen misschien ook zeggen. Ja, dat schrijft hij wel. Maar dat, heb, dat herinner ik me heel anders, eerlijk gezegd. Mm. Dus ja, ik, ik heb daar wel. En een auteur op afstand kan dat wat beter plaatsen. Die kan ja, dat, dat de... denk ik wel. Okay. Je kan mij vragen: wat vind je ervan? Uh, die, die staat het ook vrij in principe om, laten we zeggen, mijn, mijn kennis of voor zover nog in leven uit die tijd. Uh, om die op te bellen, want die kennis zijn in het algemeen, voor zover ik weet, mans genoeg om te zeggen: je kunt er pot op. <laughs> ik vond altijd al een ofzo. of zo. Dat kan. Dat kan. Dus ja, het, het, is een, het, het is iets wat ik. Ik vind het leuk om over sommige dingen te schrijven in het verleden, dat zeker. Maar een echte, serieuze, waarheidsgetrouwe autobiografie. daar hik ik wel een beetje tegenaan, ja. Maar er wordt dus nu wel iets geschreven op dit moment. Ja, er, wordt er is gered. iemand bezig, ja. En die interviewt jou ook af en toe? Nou, hij heeft net een, een, een twee-uur telefoongesprek afgesproken. voor volgende week. Dus ik neem aan dat het uh, serieus gaat worden. We zullen zien. Ja, ik, ik ga er niks over zeggen. Nee, dat begrijp ik. Ik moet, ik moet hem even vragen. Of die daar gelukkig mee is ja of nee als ik het vermeld. Maar vind jij het, je vindt het wel leuk dat het gebeurt dat er iets wordt Ik mag geschreven. het doen en ik ben bereid om, om zijn vragen te beantwoorden, waarbij ik ook bij sommige dingen zeg ja kom op dat ga ik niet ja. vertellen. Maar vind jij dat je het verdient een biografie met jouw leven? Nou zelf vind ik het niet zo verdiend, eerlijk gezegd. In, in die zin dat ik een weinig opwindend leven heb geleid natuurlijk, dat is zo klaar. Dat vind je zelf, dat vinden anderen misschien niet. <laughs> nou, dat weet ik niet wat zij er opwindend aan vinden. Maar ja, ik ben mijn hele leven heb ik één baan gehad in mijn leven. En, en door omstandigheden ben ik na mijn pensioen dingen gaan doen waardoor mensen weten wie ik ben. Maar het, <laughs> het is opwindend, het, ik, ik geef niks om, om opwindende reizen. Maar je bent natuurlijk een opmerkelijke ik heb, figuur. Ik, ik heb geen extreme risico's genomen. Ik... ik ik heb ooit wel eens flink, flink gedronken, maar toch ook weer geen, geen alcoholist. Dus ja, erg, erg opwindend is het echt allemaal niet. Ik heb altijd gezegd, want ik vind het allemaal prima nadat ik dood ben. Als ze dat willen. Als ze, het, als het, laten we zeggen, dan moet je ook afvragen. Kan er winst mee gemaakt worden? Want dat zal de uitgever vragen, toch? Ja, dat is allemaal lollig, maar gaan we dat ook verkopen? Maar dit wordt dus pas uh, na jouw dood wordt dit gepubliceerd, is de bedoeling? Ik denk dat hij het, uh, als er op schot in zou komen, dat hij het wel voor mijn dood, dat hangt ook een beetje vanaf wanneer mijn dood zou gaan vallen. Hè? Weet je ook niet. Het kan zijn dat ik de 80 niet haal en voor hetzelfde wordt je 101. Hmm. Maar, no nou wel, 101. Het zou wel onrechtvaardig zijn, dat ik 101 word. Maar je zou kunnen zeggen, je wil dan die laatste levensjaar ook nog meenemen, die biografie. Dus je wacht totdat iemand is overleden en dan publiceer je. Pas. Ja, dat zou kunnen, omdat ik natuurlijk nog een hoop dingen doe. Maar het hoeft niet natuurlijk. Nee, dat is zeker niet. Er is zelfs dus zo'n biografie verschenen, hmm. waar Frans Smits, in de tijd hoofdredacteur van het uh, historisch nieuwsblad, kan alles van verwachten, maar het is, het is niet verzaaks geworden volgens mij, verkooptechnisch dan. Zou je het wel, uh, kun, je, kun je het loslaten, zeg maar, dat, want je krijgt natuurlijk dat een keer te lezen en dan ga je natuurlijk denken van hé, hier wil ik iets aan veranderen en hier wil ik een strepen. en. Uh... Ja, en op zichzelf hebben die, die, die twee personen die dat, die biografie hebben geschreven in de tijd, die hebben heel gewetensgetrouw verbeld wat ze gehoord hadden. Maar ik was al pissig over, over een aantal dingen die collega's van mij hadden gezegd. In het bijzonder mijn chef. Een ontzettende klote streek, kan ik anders zeggen. Daar had ik wel bezwaren tegen. Maar ja, daar kun je niks aan doen. Het staat, staat iedereen vrij om zijn oordeel, om oordeel uit te spreken. Maar ik had het wel fijn gevonden om, om, dat, om dat te corrigeren, zou ik maar zeggen. Ja, maar nu zijn dat dus de spelregels. Dus als er straks iets in staat waarvan je denkt, ja, daar ben je niet zo blij mee, kun je dat niet zomaar uitschappen. Want dan, dan, dan kom je nee, dus dat aan die Nee, moet waarheid. ik wel met de schrijver opnemen, natuurlijk. Zeker, dat begrijp ik wel. Ja. Welke biografieën uit het verleden vind jij zelf interessant? Om ik te lezen? lees nooit biografieën. Nee? Nee, er is vrijwel niemand die de moeite van. een... Oh, sorry, ik heb een biografie van Churchill gelezen. Nou, alleen. Ik overweeg nog eens een biografie van Napoleon te lezen. Maar dat is dan. Maar de meeste biografieën zijn achterlijk dik. En gaan over personen waar je denkt, nou ja. Een essaytje van 100 pagina's, alleen. Dat, dat is moeite waard. Maar dacht je dat ik over echt van Beuningen niet waar? Dat is zo'n dik boek. Kom op. Dat kan ook in uh, 75 pagina's. En wat vond je van die biografie van Churchill en Napoleon? Was dat leuk om te lezen? Interessant? Las je nieuwe dingen? Oh, en, en, en natuurlijk, de, ik heb de tweetelige Hitler-biografie van Cursor uh, van, uh, gelezen. Dat vond ik veel te dik al. Ja, het klinkt idioot natuurlijk. Maar vooral deel 1: dat je denkt: kom op, Cursor. Het tempo. En daar staan van die zinnen in. Uh, Adolf Hitler was not a gentleman. Dat je ook denkt: donder nou, gauw op. Wat is dit voor onzin? Maar goed, dus ik, ik, daar vond ik dus. Die, 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 dat is een hele beroemde biografie van Hitler, tweedelig. Nou, het eerste deel dat is echt, dat gaat, dat gaat gedetailleerd in op allerlei rare rechtse groepjes in de jaren twintig in Duitsland. Lees deel twee, zou ik zeggen. Kijk of je ergens een samenvatting van deel één kunt krijgen. Lees deel twee alleen. En ja, wat vond ik van die Churchill-biografie best leuk. Maar ook al, nou, vooral ruim bemeten, eerlijk gezegd. Die ook allerlei dingen te horen krijgt. Dat je denkt: ja, kom op. Ik zou zo'n biografie. Dat, dat, dat de meeste levens kunnen, natuurlijk. hebben bepaalde ja, concentratiepunten. waarbij wezenlijke dingen gebeuren. Behandel die dan aan detail, maar je hoeft niet alles. Tjussel eh, all had permanente geldproblemen. Nou, na een tijdje weet je het wel. Dat hij permanente geldproblemen heeft. En dan zegt hij altijd tegen zijn vrouw Clementine. Maar ja, we moeten het huis verkopen, want uh, het, gaat, het gaat niet goed financieel. <laughs> en dan schrijft hij weer eens wat en dan verdient hij verdient, in feite dan leefde Shurstel van de schrijverij. En schilderen deed hij toch ook af? En toe? Ja, ja, dat kon hij niet echt goed. Ga maar kijken daar. Hoe heet het huis? Heel leuk huis trouwens. Ga vooral even kijken. Als je er in de buurt bent, het is iets te zuidoosten van Londen. Want ik hoor dat natuurlijk ook te weten hoe dat huis heet. Maar het is dus niet Checkers, het is niet de officiële residentie van de Engelse prime minister. Het is Churchill's eigen privéhuis. Een kapitaalhuis, kan ik je zeggen. Prachtige tuin, daar is ook een schuur bij. Het is, het is te bezichtigen. Er lopen allerlei mensen rond van toeristisch te bezichtigen. Het is zo'n leuk huis, wat je zelden hebt bij dit type, dat je denkt wat een lolle huis. Daar zou ik ook wel in willen wonen. He? Echt, dat je. Hele leuke kamers. Een gezellig huis gewoon. Maar wat maakt het gezellig dan? Ja, dat kan, je, kan je nooit beschrijven. Op wat... Nee, het, het is gewoon gezellig. Ik kan niet anders zeggen. Laat laten mensen maar zelf gaan kijken daar. Het is echt de moeite waard. En daar staan beneden. Dit, het staat zo, zo betrekkelijk hoog. Dan loop je naar beneden. En daar is een schuur. En daar staan al die schilderijen van hem in. Nou, afzien van een enkeling. Dat je denkt: God, dit heeft die aarde getroffen. Vond ik dat niet verzaaks. Ik heb ook wel eens al die schilderijen van koningin Wilhelmina Willemina gezien daar in het loop. Ook niks. Nee, god, dat zijn, wel, ja, het zijn amateurs en dat zie jij ik meteen. Beatrice doet het ook toch? Zou best wel, ze zeggen, laat ze het vooral geheim houden wat eruit <laughs> komt. Ik zie daar niks in. Ja, het is een leuke hobby schilderen, maar ja, schilderen is gewoon goed schilderen helemaal al is enorm lastig. En de biografie van Napoleon, wat is je daarvan bijgebleven? Nee, niks, want die moet ik nog gaan lezen. Maar oh, die moet je nog gaan maar lezen. Voor steeds ben ik in de verleiding om er één te lezen. Hmm. Maar dan denk ik, ja, zal ik dat doen? Dat is ook weer een hele tijdsinvestering eigenlijk. Ik lees liever iets waar je, waar je een nou, wat breder overzicht van de dingen krijgt. De meeste, nogmaals, de meeste biografieën zijn veel te dik. Echt veel te dik. Vooral ook allemaal Nederlanders die enorm dikke biografieën hebben gekregen. dan kom ik op moet al een hele, hele bijzondere Nederlander zijn. Dan wil je een dikke biografie. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld de, 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 de vier delen. brieven van Van Gogh moet iedereen lezen. Dat is zeer de moeite waard in allerlei opzichten. Maar het is gekozen voor net wat andere vorm dan, toch? Door het met, met brieven te doen, de biografie. Nou ja, Van Gogh heeft die brieven geschreven aan zijn broer. Mm. Hè? Beste Theo, kun je me nog 150 gulden sturen? Dat is een beetje. Een normale beginzin van die brieven. Uh, dus ja, dat, uh, dat is zeer de moeite waard, naar mijn idee. Maar dat is de persoon zelf die aan het woord komt. Het is, het is een vooral gek, juist ja, zo gek als een duur, Maar het is een verrassend, intelligente, beschouwende man. Er staan hele leuke tekenetjes in de brieven. Was het ook niet Rutte die graag een biografie las als hij in Europa een lange vergadering in zat? Ja, Chopin had hij meegemaakt. Ja, dat, was, dat zei hij toen. Ja, Ja, ja van een enorm kinderachtig. Ook beledigend voor degene je gaat zitten, met wie je gaat zitten verhalen. Maar ja, je hebt ook dat beroemde verhaal van Hans Guuiters. Een van de medeoprichters van D66, die dan naar het kabinet van Den Uil terechtkomt. En dan, uh, hij was uh, minister van Volkshuisvesting, denk ik eerlijk gezegd. Doe ik het even uit mijn hoofd. En uh, dan wilde hij, Guuiters was de intelligente man die wel eens wat gelezen had. Dus hij wil en over alles meepraten. en dan wordt hij door de voorzitter dus in casu dan wel wordt hij gecorrigeerd. Ja, sorry, maar dit is voor de driehoeks, als dat heet. Dat is economische zaken, sociale zaken en financiën zal ik maar zeggen. En de premier natuurlijk. Is <laughs> ja, weet het? die is pissig over het feit dat hij alleen over de volkshuisvesting iets mag zeggen of of aanverwante onderwerpen. En daarna heeft hij altijd een dik boek meegenomen naar de kabinetsvergaderingen en dan ging hij zitten lezen. Om duidelijk te maken dat het hem verder dan ook geen klap interesseerde. Toen hebben ze hem voor straf burgemeester van, uh, hoe heet het gemaakt, uh, niet, hoe heet het, uh, Lelystad. Ja, dat is niets is erger dan burgemeester van Lelystad. Ten slotte geloof ik is hij die, is die uit de depressie weer opgerezen. De laatste paar jaar weguit is hij hij was een fameus Amerika-deskundige. Volledig hoogst serieus te nemen. Wist er veel van. Zodoende heb ik hem dus wel eens gesproken. Omdat hij dan ook werd uitgenodigd als Amerika-deskundige. En is hij, hoe heeft hij die kennis vergaard? Door te lezen. Hij was zoals een lezer. Ja, dat is een uniek, uniek genus dat dit. Ja, het had, het had veel gelezen gewoon. Dat kom je zelden tegen dat iemand echt veel gelezen heeft. He? Dat is uitzonderlijk. Maar moet je als Amerika-deskundige, je moet natuurlijk veel lezen, maar je moet ook daar dingen hebben meegemaakt in Amerika, toch? En dan nee, hier... dat hoeft helemaal niet. Vind je niet? Nee, dat zijn al die mensen die zeggen, ja meneer Vos, u zit er nou altijd om naar Amerika als Amerika-deskundige, u weet er een donder van. Ik heb zelf 15 jaar in Oklahoma gewoond en nou, dan gaat het, dus, hey, het zit heel anders in elkaar. Ik zeg, ja, en wat denkt u van die andere 49 staten dan, waar u niet heeft gewoond? ...zwijgen ze de meeste. Maar de combinatie tussen en veel lezen en ervaring, ...zoals jij, je hebt daar rondgereisd, je hebt daar gewerkt... ...je hebt daar onderzoek gedaan, dat maakt toch... ...een wat completer beeld. Ja, maar dat is toch, voor zover ik daar geweest ben... ...is dat heel... ...vaak heel atypisch. Ik heb een... ...hoe heet In Upstate, New York... ...in New York in een bibliotheek gewerkt... ...van de Columbia University. Later in een soort onderzoeksinstituut... ...in Madison, Wisconsin. Ja... In hoeverre is dat maatgevend voor de Verenigde Staten? De Verenigde Staten is een continentaal groot land. van een ongelooflijke diversiteit. in alle opzichten. Landschappelijk, demografisch, nou gaan ze me doen. Dus, dus je zit hier van ik heb 15 jaar in Oaklauw maar gewoond. Dat is, daar heb je eigenlijk geen kloot aan. Wie nee. zien dat toch iedere keer bij nieuws weer zitten? Als het nu ook weer nu het over Amerika ging. Niet Koen Petersen? Wel Koen Petersen? Willem Post is hij in ieder geval niet. Wie zit daar nou toch iedere keer ook zo'n bekende kop? Ik heb geen flauw idee. Ik volg het al helemaal. Die wordt daar niet bij nieuws. weer iedere keer uitgenodigd. Raymond Mans zie je ook vaak. Ja. Zo'n wat jongere Amerika-deskundige. Ja. Ja. Hoe vind je die? Het me een hele aardige jongen, maar ik geloof dat hij wel aanzienlijk sympathieker ten opzichte van Trump stond dan ik. Ja. Maar wat vond je van zijn kennisniveau? Nou ja, kijk, dan komen we op een ander punt. Voor, voor dit werk, voor de Nederlandse media, heb je kennisniveau. Eh, als je de moeite neemt om een, een, een abonnement op de New York Times te nemen, voor, digitaal, 15 dollar per maand. Eh, en je leest elke ochtend een beetje rond in die krant. En, en kijkt nog even naar een paar andere uh, sites. Dat zou zeggen, in totaal ben je met een kwartier, drie kwartiertjes klaar. Nou, dan uh, kun je in elk Nederlands programma kun je een diepe, diepe indruk maken als deskundige. Ja, kom op, dat heeft niks met deskundigheid te maken. Ze hebben ook vaak een stukje historische diepte, van die kennis is 0,0. En ze hebben geen flauw idee van wat zich in de jaren 40 heeft afgespeeld. Of, of hoe de New Deal in elkaar zat, of nou ja, maar dat soort van dingen. En dat, ook... dat hoeft ook niet, want daar wordt ook niet naar gevraagd. Nee, nee. Ik heb ook vaak wel eens gezegd, joh, waarom, heb je nou, waarom nodig je mij uit? Waarom lees je niet even voor wat de nog vanochtend heeft geschreven? Stuk goedkoop, hoef je geen taxi te laten rijden ook. Scheelt ook wel. Nee joh, deskundigheid, kom op. Ik vind Michiel Vos ook altijd wel leuk. Ja, maar dat komt omdat Michiel Vos toevallig de nou, schoonzoon is van Nancy Pelosi. Dat scheelt wel. Ja, maar hij vertelt het ook dat, altijd wel goed. Ja, maar, maar dat geeft hem natuurlijk ook wel een, een insight. Niet altijd, maar want hij. Ik neem aan dat hij ook bepaalde dingen niet kan vertellen. Maar dat geeft hem wel een insight, waardoor hij wel wat extra's heeft. Een soort extra diepte kan toevoegen. Hij wilde heel graag bij Max Westerman destijds stage lopen. Hè? Daar heeft hij heel veel moeite voor moeten doen om daar binnen te komen, oh. vertelde hij. En Max had er eigenlijk niet zo'n zin in, maar volgens mij heeft hij hem een keer ergens gezien. En toen heeft hij gezegd, kan ik niet meelopen met een campagne? En dat was de campagne, dat vertelde hij laatst in een programma. Volgens mij de campagne toen met, nee, ik weet het niet meer, ergens begin 2000, 2001. Bush. Bush en tegen. El Gore. Gore. Volgens mij was het die uh, campagne. Daar was hij dus ja. uh, mee als stagiair bij Max Westermann. een fijne verkiezing die Al Goor gewonnen heeft. In, uh, Bush is in het Witte Huis gekomen met allerlei verschrikkelijke gevolgen van die. Prutsen. Arrogante Prutsen. Mm. Nutteloze oorlogen gevoerd. Totaal verkeerd gereed. Nou ja, zo kunnen we nog even. Hoe lang blijft Peloze eigenlijk door zitten? Wanneer is de wisseling van de wacht? Hey, Pelosi was van plan te stoppen. Dus ik, ik neem aan dat ze, dat ze nu stopt. We gaat niet naar Rome. Oh, niet? Heb ja, ik niet? Dat is een vraag. Maar... Ja, dat was een theorie van mij die ik weer op, uit de krant had opgediept. Dat ik die ambassade stond al enige tijd leeg. Ja, en er werd hoog opgegeven van een, van een fantastische huis, een locatie, uitzet op het Colosseum. weet ik veel. Zoiets was het. Dus ik dacht gewoon wat lol want ze is natuurlijk van katholieke huis. Ze is de dochter van de burgemeester van Baltimore. Eh, dus waarom niet? Maar ik heb geen idee of dat ook gaat gebeuren. Maar goed, deskundigheid zou ik niet overschatten als ik jou was. Omdat je maar een heel beperkte mate van deskundigheid. Eh. Ik heb er was de verhaal verteld van die ontzettend aardige jongen in die tijd van de Irakoorlog. oorlog Het was de eerste Irakoorlog, oorlog zal ik maar zeggen. Dus met die bezetting van Koeheid en zo. En, en ik zat er dan als Amerika-deskundige voor de, voor de oude boef, zal ik maar even zeggen. En die jongen bracht die altijd een, een bloknoot mee die hij helemaal volgeschreven had. Ik zei, joh, dat kan je beter niet doen, een zonde van je tijd. Want ze vragen je dus drie lullige vragen die je zo uit je hoofd kunt beantwoorden. Als Irak-deskundige, want dat was hij. En, hij was al diep verontwaardigd over het feit dat ik slecht voorbereid was zoals hem. Ik had dus niet een volledig volgeschreven bloknoot bij me. Dat je er niks aan hebt. Bereid jij je nog voor als je naar de talkshows gaat? Nee, natuurlijk bewaar ik me daar niet op voor. Ik ben redelijk op de hoogte. Dat is ruim voldoende, kan ik je verzekeren. Ruim voldoende. Dus ik herinner zo... me nog dat gesprek wat ik had toen ik, toen ik nog... Dat was denk ik een van de allereerste tv-optredens bij het Capitool. Dat was een... Programma wat in een klein wit huisje werd opgenomen. Waar later een boom opgevallen is op dat witte huisje. En dat een, een bezorgde redacteur, die. ja, god, hoe heette die jongen? Een lange, dunne jongen was het. En, en die zei: ja, meneer Vossen, uh, u moet er wel aan denken. U moet er niet meer dan tien jaar terug gaan in de tijd. Want anders begrijpen de kijkers er helemaal niks van. Dit was nog een vrij serieus programma. <laughs> ja, uh, Boebi Brusma was de gespreksleider in die tijd daar. Uh, zalige nou, dat Ik heb dat vaak als anekdote verteld. Dat je, dat je, hoe je als historicus uitgenodigd bent. Gaat ja, u nou niet te ver terug? Niet, niet die moeilijke dingetjes. We houden het eigenlijk even bij. Nou ja, de oppervlakkigheid van de dag. Ik vond het interessant. Ik vond het sowieso interessant toen. Want je had dan het programma, je zat achter een soort tafel en je bent een gespreksleider. En er waren allerlei bekende Nederlanders van toen, die zaten daar dan. En dan, daarna had je een soort koffie, ging je koffie drinken in een restaurant iets verderop. En dan zeiden mensen vaak totaal andere dingen dan die zeiden. Dat was voor mij ook wel weer naïef natuurlijk als ik was. Was dat voor mij wel een schok dat politici heel andere dingen zeggen aan tafel... Ik herinner me zelfs Bolkenstein en ik denk: jee, ja, okay, Dat is interessant wat die Bolkenstein hier zegt, maar zet hij er net helemaal niet. Dus, ja, het was, een, 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 was in allerlei opzichten een openbaring voor mij. Top en bakken. ik, ja, ik lulde er wel maar in weg en dat was ja, maakte kennelijk een goede indruk. Maar ze vertelde dan de, de gevoelige informatie die eigenlijk iedereen wilde weten. Dat vertelde ze dan niet uh, op televisie, maar wel naar nou, Ja, op... precies. Het was, was heel gezellig achteraf, want dan hoorde je nog eens wat ze ja. zei. Maar, ik weet ook wel dat ik ze belde nog eens een keer, ook het kapitool, denk ik. Het is allemaal een beetje opa verteld, natuurlijk. Dit speelt, weet ik hoe lang geleden, ergens in de jaren tachtig of zo. Uh, of ik uh, iets wou doen, want er was iets te, aan de hand in Guatemala, of in Costa Rica, en een van die. Ongelukkige republiekjes daar in Centraal-Amerika. En ik zei: Ja, god, ik, ik weet daar ik weet totaal niks van. Dus ik. Eh, ik moet maar wat dan, Iemand anders bellen? Want ik zie dat niet zitten. Maar, nou oké, okay, dus. Eh, zeg ik iemand anders bellen? Ik ga verder geen namen noemen in dit verband. Dus ik denk: die zondag denk ik. Ik kijk even wie ze nou gevonden hebben. En wat die nou te melden heeft over Guatemala. Ja, ik dacht na drie minuten. A. Ik had er meer van geweten dan degene die ze tenslotte gevonden hadden. En B. had ik het ook een stuk leuker kunnen brengen dan degene die ze gevonden hadden. Dus op dat moment heb ik afgeleerd om te zeggen: nee, daar weet ik niks van. Je weet er altijd genoeg van voor de Nederlandse media. Het zou wel kwetsend klinken, maar ik kan mij ook toch tegenwoordig toch geen kloof meer Behalve bij Nova Nieuws, daar moest je wel echt goed te beslagen ten ijs komen. Dat zeggen de deskundigen altijd. Is dat zo? Ja, dat hoor ik altijd van iemand hier, een specialist in het ziekenhuis. Die zei, dat vond ik wel topsport. Want uh, die uh, moet je wel echt goed voorbereiden. Ja, ik voor iemand in de medische sector. Maar ik kan me niet herinneren dat ik voor Nova... Dat ik dan... Oeh, even een weekje studeren. Ik ga naar Nova. Oeh. Nee hoor. Kom nou. Ook dat niet, als Claire, niet. Als Clary Polak de vragen stelde. Nou, die vond ik wel goed. Ja, die vond ik prima, die Clary Polak. Nou, dus, waarom ze die weg hebben gedaan, heb ik nooit begrepen. Dus altijd kritiek op haar uiterlijk. Onterecht. Ja, dat heeft al sowieso helemaal niets te maken, zou ik zeggen, met de, met de, met de dingen waar het over moet gaan. Maar ik vond die Polak, die Polak vond ik prima. Mm. Heel, heel, in alle denkbare opzichten ideaal. Goede vragen. Ze vroeg ook door. Ik heb wel een beetje neiging op tot hoe heet dat? Flippancy. Ik denk van ja, wacht even. Maar dit hele ding vond ik echt uitstekend. En dat moest je tien minuten vaak, hè? Of een kwartiertje of zo? Ik vond het Nova in zijn oorspronkelijke prima een prima programma. Nooit over te klagen had. Nee. Afgezien van de dingetjes die ze dan cadeau deden. Dat vond ik wel heel, heel magertjes. Hoe bedoel je? Ja. Nou, ze hadden hele leuke cadeautjes. Maar na afloop als je daar geweest, was, ja. bedoel, ja. Maar je kreeg altijd lullige cadeautjes. Ik geloof dat ik zes stropdassen heb gekregen van Nova. Tenslotte zei ik, hoef hem niet meer. Ja, dat is tegenwoordig, kun je dat niet meer voorstellen? Ik zei, dat, jullie ja, hebben zo'n leuk reiswekkertje. Geef me nou één op de tien uitzendingen zo'n reiswekkertje. Dat heb ik nooit gekregen. Dat je nog een stropdas als cadeau kreeg. Dat, dat ja, dat niet is maar... vrij opmerkelijk ja. toch? Dat je mij een stropdas cadeau... Sowieso überhaupt een stropdas? Ja, ik geloof dat ik na mijn kandidaatsexamen nooit meer een stropdas aangetrokken heb. Dus, en nu is het de flessen wijn, een reepje chocolade die je krijgt. Ja, dus. of, of neem dat vond ik altijd het meest unieke geschenk. Vond ik een fles mineraalwater in een doorzichtige tas. Dat was bij Paul Witterman. Ja, precies ja. ja. Dat was echt uniek. <laughs> hoe, hoe waardeloos je het kunt, kunt verzinnen, ik zou het niet weten. <laughs> dus, volgens mij hebben ze er zelf ook waarschijnlijk intern maandenlang hebben ze slap gelegen van het lachen <laughs> over zo'n geschenk. Want het was allemaal doorzichtig dus. Hè. De fles mineraalwater was doorzichtig. De tas was doorzichtig. Ja. En, daar kon je echt vrolijk over worden. Heb je Jort nog gevraagd, willen luisteraars weten, of hij nog kolen heeft geschept? Nee, maar ik... Ergens stond van iemand dat hij zei... Ik heb nog kolen geschept, dus ik ben niet verwend. Eh... Ik, ik hou erop dat Jord geen kolen heeft geschept. Maar ik weet niet precies wanneer Jord geboren is. Dus dat uh, kijk, dan kijk, is bij een natuurlijk een babytje, een peutertje, een kleutertje. Dus voordat hij überhaupt fysiek in staat was om nou eens lekker kolen te gaan scheppen, zit je al in 68. Dus dat, ik denk niet dat Jord kolen heeft geschept. Nee. Ik denk het niet. Terwijl natuurlijk, dat is toch wel het, het kolen scheppen is toch wel de kern van. Van een jeugd in Nederland na de oorlog, voordat we natuurlijk overspoeld werden met de welvaart. Hij vindt jou wel grappig hè, Jort, heb ik het idee. Ik kon prima met Jort opschieten. En nog voor zijn werk weet. Dus, uh... Ja, nee, ja, we dat zeggen luisteraars. Dus we hebben je zien zitten bij uh, Op 1 weer deze week met Albert Verlinden. Klopt dat? Zat die er ook? Ja, die zat er ook, ja. En het ging over het optimistische 2023. Ja, omdat ik vond dat ik van al die, al die ondergangsfilosofietjes van de afgelopen tijd. van al overdreven, eerlijk gezegd. Dus toen eh, zei ik: van ik wil wel eens uitleggen. waarom je een aantal dingen ook positief kunt zien. Dus dat heb ik gedaan. Ja. Ik zei, dat heb ik niet gedaan, want ik kwam helemaal niet eigenlijk serieus aan de beurt. Het was zoals gewoonlijk: stonden er. Ik weet, ik denk dat ze 35 mensen hadden uitgenodigd. <laughs> Het was ook een soort permanent schuifsysteem. Dus je, je zit je op de achtergrond, dan kom je op de hoek van de tafel. Dan schuif je één zetel op. Dan schuifel je nog een zetel op. Ik heb ook wel eens afgevraagd of je dan nog een keer opschuift en dan val je weer van de tafel af. Zoiets dergelijks. Ja, dus ik, ik helemaal aan het eind kon ik er nog wel iets in krijgen, maar. Het hield niet over. Er zijn ook vra vragenstellers die zeggen: waarom ga je dan nog zitten? Want je krijgt helemaal niet genoeg tijd om je verhaal nee, te doen. Nee, dat is volkomen juist. ja. Dus dan kom ik thuis en dan klaag ik. En dan zegt mijn vrouw ook altijd: Joh, waarom zou je gaan? Het heeft geen enkele zin. Maar dan denk ik altijd: nou ja, het heeft al in ieder geval enige zin. <laughs> al was het maar omdat ik nog, eh, ook gelukkig bij een aantal onderwerpen nog een kritisch commentaar kon geven. Het eindeloos te lullen over het afschaffen van het vuurwerk. Het, 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 een, een landelijk eh, vuurwerkverbod. Tot ik dacht, ja kom op, jongens. Dat is niet te handhaven, dat begrijp je toch wel, zolang er in België en in Duitsland vuurwerk verkocht wordt bij al die begreep ik voor de helft van de prijs van wat het hier kost. Hoe ga je dat handhaven? In Amsterdam was een vuurwerkverbod. Nou, je hebt gezien wat voor effect dat gehad, heeft namelijk 0,0. En dan ga je dus eindeloos zitten praten over een landelijk vuurwerkverbod, wat dan niet gaat komen. Ja, je kunt het wel, oh, je kunt zeggen het is verboden maar dit is op het niveau van dat 100 kilometer rijden op de grote weg, wat niemand doet. Hè? We kregen ook filmpjes doorgestuurd van Duitsland en ook volgens mij uit Zweden, waar het ook heel heftig is. Hè? Want jij zei vorige week dat dit valt wel mee in het buitenland. Daar is nou, zo gek is hier is het volgens mij niet. Nou, anders. ik heb toch filmpjes gezien van mensen die dus echt uh, belaagd werden, die ook bij de politie zaten. Oh, goed zo. In is, Duitsland. Het ja, is in een volkomen uit de hand... Waar ook allemaal mensen van: dit laat ik mij niet afpakken. Dit, dit hoort tot de tot, tot culturele erfenis van Nederland. Dat denk je, dat is allemaal gewoon onzin. Want in de jaren 50 was er gewoon is 110, 110 miljoen euro geknald, begreep ik. Maar goed, ook en dat is het meest komische van, van het oude nieuw. Er waren nu, ik geloof, 1265 gewonden. En meerdere mensen, het was, het was ramptijd in het Oogziekenhuis. Het was verschrikkelijk gewoon erger dan het in de laatste jaren geweest was. Weet ik hoe agenten belaagd en zo honderden arrestaties. <laughs> en dan zegt iedereen nou, ja, het was een relatief rustige jaarwisseling. Terwijl er een soort burgeroorlog gevoerd is. En nou ja, mijn grootste bezwaar tegen dat, kijk... Dat je nou om 11 uur op, op oudjaarsavond wat van die rommel afsteekt. En, en, en dat je de, dan nadat het nieuwe jaar begonnen is, nog wat van die rommel afsteekt tot 1 uur. Oké. Okay. Maar dat is helemaal het probleem met vuurwerk niet. Het probleem met vuurwerk is dat het hier, ook in deze fatsoenlijke, rustige Utrechtse buurt, begint het eind november. En duurt het tot het eind van januari. Dat is het probleem. Het jongetjesprobleem. Hè? Niet eens dus of het zelf maken of ze het van hun vader krijgen. God mag het weten. Maar ik, ik hoor. Ik, ik werk tot laat. Dus ik, ik hoor ook s'avonds. Vaak ook s'nachts. De meest fantastische knallen. En een soort atoombommen die dan afgaan. Kijk. Dat ben fijn in de Q7. van een achterlijke auto is dat ook. Hè? Nou Geen elektrische deze ook. Nee, dat is die zeker niet. Okay. Volg de podcast in je podcast app. Als je dat nog niet doet, abonneer je dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Waardeloos je het kunt, kunt verzinnen, ik zou het niet weten. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen? Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De CES, de grote techbeurs in Amerika, zit erop. En er was één bedrijf, dat was de absolute smaakmaker. Iedereen wilde de batterij van dit Nederlandse bedrijf hebben. En het zorgt er bijvoorbeeld voor dat jouw telefoon in de toekomst dunner wordt dan dat die nu is. Ik heb ze gesproken in een speciale aflevering van C-Level. De link naar het gesprek vind je in de show notes.